Hi, ik ben Tom Lossing, beursbox.nl. Ik ga het hebben over het aandeel Alfen. En dat is actief in de energiesector. Is interessant vanwege de energietransitie. Daar moeten we toch doorheen, of je het er nou mee eens bent of niet. Dat gaat gewoon gebeuren. Alfen is een interessant bedrijf. Nu had ik dat bedrijf al even op de lijst staan om morgen te gaan bespreken in mijn FX Flat analyse. Maar het aandeel is gisteren 13% gestegen. En ja, dan is het eigenlijk al te laat. Nou, dan ga ik hem dus al vandaag bespreken. Is het interessant? Ik ben aandeelhouder van het bedrijf. Dus ja, het aandeel is wat mij betreft interessant, maar ik wil het in ieder geval laten zien. Ik ga het eerst even hebben over het bedrijf zelf. Ik ben enkele maanden geleden bij een evenement geweest in de Brainport Eindhoven. En daar was dan de energiesector aanwezig. Ik heb daar mensen geïnterviewd, video's van gemaakt, een hele serie over gemaakt. Ik heb die mensen ook, sommigen althans daarvan, heb ik vragen gesteld van wat zijn nou interessante bedrijven als belegger zijnde. Waar zou je dan in kunnen beleggen? En Alfen werd genoemd als een van die bedrijven die beursgenoteerd zijn, want dat is natuurlijk ook wel even van belang, maar dus ook enorm interessant. Nou, ik ben dan aandelen gaan kopen. Het eerste aandeel wat ik kocht was €45 per stuk. En vervolgens had ik de pech dat Alfen ineens in het verdomhoekje kwam te zitten. Het is een nat voorjaar geweest en enkele travohuizen, meerdere travohuizen die Alfen had geïnstalleerd, die bleken dus vochtproblemen te krijgen, waardoor je elektriciteitsproblemen kreeg. Dat was geen goede zaak. De beurskoers ging terug naar €35. Ik ben blijven kopen en gisteren is dus het aandeel 13% gestegen en het staat nu €40,90. Ik sta daarmee eindelijk weer op winst gemiddeld genomen. We gaan even naar Financial. We zien hier het aandeel Alfen NV. Het is in Amsterdam, dat is AS, is het genoteerd. Dit is de huidige koers op dit moment. Je ziet hier is die koers omhoog gegaan. Het bedrijf is een €887 miljoen waard, 1 miljard dollar is dat dan. Koerswinstverhouding is 30, dat is niet goedkoop. De target voor de analisten die zeggen van nou wat zou mogelijk zijn is €62. Dus dat is toch wel eventjes een flinke hoeveelheid. Dat is 50% rendement binnen 12 maanden als het gehaald gaat worden. Dus dat maakt het aandeel al interessant zou ik zo zeggen. Dan de statistiek. Nou, we zien dus voor de koerswinstverhouding 30, volgend jaar 21,6. Dus dat is dan weer positief. Er is een winst. De cijfers zijn aardig, niet overdreven hoog, maar die zijn aardig. De omzet is half miljard. De groei is bijna 20%. De winst is omlaag. Ja, dat is niet zo gek als je dat soort problemen hebt. Ze hebben aan cash nog maar 2 miljoen in kas. Ze hebben een 57 miljoen aan schulden. En de cashflow is negatief als je na belastingen kijkt, 62 miljoen. Dus dat is dan niet zo netjes. En het dividend is nul, is niet uitgekeerd, wordt niet uitgekeerd. Dus het is financieel gezien geen ruim verhaal. Ze zijn scherp aan de wind aan het varen. Het kan wel, want ze hebben die omzet. Dus het is niet zo dat ze nu failliet gaan. Maar het is niet dat ze heel ruim financieel gezien in hun jasje zitten. Reden daarvoor is dat ze personeel aan het opleiden zijn en de markt is aan het ontwikkelen, dus ze groeien nog. Gaan we kijken naar wie zijn daar de houders. Nou, er is er één grote topindustriehouder. Het is een Nederlands bedrijf, dus die grote jongens zitten er niet in. We zitten wel in wat indexfondsen. Kijken we even naar de insiders. Ik heb daar hier nog niet naar gekeken. Ja, dat is inderdaad leeg. Dat is het nadeel van de Nederlandse aandelen in Europa überhaupt. Dat er veel minder gegevens van zijn. Dat is echt wel jammer. Ook hier, analisten nul. Ja, in Amerika niet. Hier in Nederland wel. Financials, ja, daar zie je dan dat het netjes oploopt. Het is even wat gestokt nu, maar het loopt toch nog steeds op. Hè. 4,40 en nu 5,04 het laatste jaar. En de laatste 12 maanden ook. Dat is toch netjes. Als je ziet hoe die groei gaat, dat is enorm. Dit gaat nog wel flink door. Er zit een enorme potentie in het aandeel. Kijken we even naar de grafiek. Nou, dan zien we hier de grafiek van de laatste 5 jaar. Het is enorm opgelopen. Het is ontzettend naar beneden gegaan. Dit aandeel heeft al boven de 115 gestaan. We zijn nu terug naar een 40.
Dus daar zit ook nog wel een stukje in dat ja, de verwachtingen waren hoger. En ja, daar zijn beleggers toch in teleurgesteld. Gaan we een lijntje trekken, dan zou ik die hier trekken. Zo deze kant, zo ongeveer. Het is niet helemaal recht, maar je ziet doorbraak hier. Twee keer een steun ongeveer gevonden. Hier ook tot hier, dan weer omhoog, toch naar beneden. Weer omhoog, weer te hoog. Dus dit lijntje is toch wel een punt dat ik zeg van oké, dat is een interessante om eens in de gaten te houden. Waar zit het dan ongeveer? Net bij de 55, denk ik. Dus. Ja, we zijn omlaag. Je ziet hier die sprong omhoog. Hè? Nou, dan gaan we eventjes iets dichterbij kijken. Hè? Die sprong omhoog, nou, wat stelt het voor? Het is nu de vraag, hoe ver gaat het herstel komen? Ik denk dat dit wel verder kan. Maar dit is een aandeel voor de komende jaren. Analisten zeggen binnen een jaar al 50%. Nou, dat is al heel mooi. Maar ik denk dat dit een buy and hold is voor de aankomende 5 jaar. Komt dat uit? Ja, nou, ja, dat is natuurlijk altijd de vraag. Het bedrijf groeit wel. De markt groeit wel. Beurssentiment, wie zal het zeggen? He, dat weet je natuurlijk nooit. Dus dat is dan altijd het risico. Maar de fundamentele onderliggende kracht, die is er. Het bedrijf groeit ook. Nou, gaan we kijken eventjes naar het bedrijf. Dan, ik zal eerst even hier, want dat wil ik nog eerst even laten zien. Moment. Moet ik even iets omhoog. Profile. Ik dacht dat het een kleine 1000 mensen werkt. Ja, 931 mensen werken er. En het is dan in Almere gevestigd. Nee, ik kan niet anders hebben. Dan, ja, in feite geven ze aan, Electricity Grid of the Future, daar zijn ze mee bezig. Batterijen, netwerken, de hele infrastructuur die er nodig is om elektriciteit naar de huizen te brengen, naar de bedrijven te brengen. Daar zijn ze mee bezig, dat is hun verhaal. En opslag, charging, smart grid, daar zijn ze mee bezig, daar worden ze groot in. En iedereen heeft hen nodig, omdat ze daar dus in zitten. Heel veel mensen hebben bedrijven, hebben producten, maar dat product moet dan in het net gehangen worden. Dat doet Alfa. Dus in die zin denk ik dat dit een bedrijf is waar bijna niemand omheen kan. En dat maakt het interessant. Ja, dan is dan natuurlijk de vraag van gaan beleggers dat ook interessant blijven vinden. Ja, dat je moet niet veel die stunts hebben zoals ze nu hadden met die trafohuisjes die dan ineens kwetsbaar voor vocht zijn. Dat zijn fouten die moet je niet te vaak maken. Dat gaat gewoon veel kosten en je naam gaat eraan. En dat heeft er ook voor gezorgd dat de afgelopen maanden die koers toch behoorlijk gedaald is. We zijn van 45 terug naar onder de 35. Ja, dat was toch voor mij een behoorlijk pijnlijk verhaal, want ik ben op 45 gaan kopen. En dan ook net voordat het naar beneden ging. Dus daar was ik niet echt happy mee. Ik heb dus wel bijgekocht. Eerst op 38, daarna op 35. Dus in die zin is het nu ook wel weer bij. Maar ik zit nu op 40 euro gemiddelde koers. Ja, dat is dan geen enorme hoeveelheid die ik nu aan winsten heb mogen neertellen. Een paar honderd aandelen. Het is niet dat het een enorme aandeelpositie is. Maar ja, goed, ik vind dit wel een aandeel wat ik wil hebben. Maar daarmee is dit nog geen beleggingsadvies. Je moet zelf kijken of je dit aandeel interessant genoeg vindt. En of dit het moment is voor jou om al te kopen. Want ja, je ziet, het is een hele tijd omlaag gegaan. Het is gisteren omhoog gegaan. Vandaag blijft het hangen. Is dit dan het moment? Is dit niet die ene zwaluw? Zo moet je het ook even zien. Ik ben dit gaan doen omdat ik er al in geloofde op 45. Dat was duidelijk te vroeg. Dat geeft ook aan dat qua timing ik het dus ook niet doorzag dat dit zo ver terug zou lopen. Ik had gewoon niet verwacht dat het zo erg zou worden. Ja, goed, en dan zie je maar, dat is ontzettend moeilijk te timen. Dat kan je bijna niet. Dus je moet een keer zeggen van oké, ik stap erin. Ja, het liefst had je dat op 35 gedaan als hij daarna omhoog gaat, maar dat weet je niet. Is dit dan vroeg genoeg? Dat moet je zelf bepalen. Dat kan ik niet voor je doen. Maar je weet in ieder geval dat ik aandeelhouder ben en dat ik dus hier ook een
positie in hebt. Vond je de video interessant? Geef een duim. Heb je nog geen abonnement op dit kanaal? Abonneer je dan. Druk dan ook op het belletje. Krijg je notificatie als ik een volgende video gemaakt heb. Ga ook naar www.beursbox.nl. Schrijf daarin op de gratis nieuwsbrief. Als dat op een of andere manier niet lukt, mail me dan het tom@lassing.nl. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Houdoe!